Ze komen met de auto, maar ook op de fiets of gewoon lopend met kratten vol met houdbare producten. Want die hebben voedselbanken het hardst nodig. Potten groentes, potten soep, pasta's met sauzen. Tonijnstukjes voor in de salade met een lekkere dressing. Potten groenten, pasta, koffie. Op de parkeerplaats van het FC Utrecht stadion is een voedselbank drive-thru ingericht. Bestuurders hoeven in principe de auto niet uit en kunnen zo op gepaste afstand blijven van de inzamelaars. En al vroeg op de dag loopt het lekker door. Ja, zeker. We hebben nu de eerste auto's al gehad, dus dat is super mooi. We hebben al hele volle boodschappenkarren naar binnen kunnen brengen. Binnen hebben we 2000 dozen staan vanuit de voedselbank en die gaan we nu vullen. Ja, in de tijd van nood moet je iedereen een beetje kunnen helpen natuurlijk. We vinden het heel schrijnend dat met name... Ja, mensen die bijna geen geld te makken hebben, eigenlijk gedwongen worden in de supermarkt om dure producten te kopen vanwege het hamstereffect. Voor al die gulle gevers die vandaag hun boodschappen komen brengen, ligt er nog een cadeautje klaar van de club. We proberen in ieder geval, als ze die boodschappentas in hebben geleverd, dat ze een kaartje terugkrijgen voor FC Utrecht. En nu maar hopen dat dat kaartje dit voetbalseizoen nog gebruikt kan worden.